Maar ik zeg de allermoeilijkste wedstrijd van het jaar. Dus heel veel succes. Kom aan, boys! Kom aan, boys! Hey kijkers, en leuk jullie kijken naar de 12e AZ-vlog. Vandaag loop ik de hele dag mee op een wedstrijddag van een speler uit de AZ-jeugdopleiding. Nou, ik ben hier in het huis van Loek Posma. Loek, jij speelt in de AZ-jeugdopleiding bij AZ onder 16. Ja. Het is vandaag zaterdag, de wedstrijddag voor jullie. Tegen wie spelen jullie vandaag? We spelen vandaag tegen ADO Den Haag. Tegen ADO Den Haag. En hoe laat is die wedstrijd? Om 12:30 begint de wedstrijd. Dat is om 12:30. Het is nu 10:00. Wat is de planning voor straks? Wat moet je nu nog allemaal gaan doen? Ik moet nog even ontbijten. Je bent net wakker, hè? Ja, even mijn haren doen. Tanden poetsen nog. En dan, dan gaan we in de auto naar de wedstrijd. We zijn nu aangekomen op het AVAS trainingscomplex. Het is nu ongeveer 11:30. Wat gaan jullie de komende tijd nog doen voordat de wedstrijd begint? We gaan eerst zo meteen de gym in, even warm worden, preventie. En dan gaan we daar in de kleedkamer in, gaan we warming up. En dan daarvoor trouwens nog de bespreking. En dan begint de wedstrijd. En Loek, jij staat naast Verder en jullie zijn hier samen gekomen. Jullie reizen altijd samen, want jullie wonen in hetzelfde dorp. Ja. Ja. Jullie komen uit Geest, toch? Ja, allebei uit Geest. En jullie zijn van FC uit Geest allebei gekomen. Kennen jullie elkaar toen al? Zaten jullie bij elkaar in een team of hebben jullie pas bij AZ? Ja, altijd bij elkaar in een team. Altijd hebben gekomen met elkaar gevoetbald. En toen werd jij eerst uitgenodigd door AZ? Nee, samen. Oh, samen. En toen waren de voetbalschool en toen was de laatste ronde was verder afgevallen. Toen onder 14. Oh ja, toen zijn en toen ben ik er 2 jaar later weer bijgekomen. Oh ja, en nu nog steeds beste vrienden in ja, in gewoon het team? Goede vrienden, ja. Oké, dus nu naar de gym en wedstrijdbespreking naar de wandeling. Ja. Vandaag ADO. Kijk even mee naar de dingen die we afgelopen week al voorbij hebben laten komen. Wat uitgebreider besproken richting Ajax. Dus 2 aanvallers kunnen altijd diepte maken. En het middenveld aan de andere kant. Wie nog meer? Dus als de bal aan de rechterkant is, Aaron is linkshalf. Wie nog meer? Wie is dat? In eerste instantie. Oké, dus de bal is aan de linkerkant. Daar hebben we nog steeds Tour en Mai, balkant, contrakant, en nog steeds verder. Loek, kan jij er nog iets aan toevoegen vanuit jouw eigen soppunt? Ja, als de bal gewoon vooruit gaat, als ik de bal zelf niet meer heb, gewoon de middenvelders of de back aancoachen. Dat ze naar binnen moeten of dat Nick, die staat niet kunnen achter, dat die er voor blijft. En als hij weg is, dat Jari of Aaron voor de rechtsverdediging zorgt. Dus dan heb je het over dat jij gaat coachen, dat we die restverdediging zelf aansluiten. Dat die goed staat, zelf aansluiten. 2-3 minuutjes aan de buiten. Yes!
of dat je aan het trainen bent, of dat je mag starten, of dat je mag invallen, of dat je op de bank zit, word je beoordeeld en bekeken door iedereen binnen de club. Dat is altijd, elke dag en elke wedstrijd weer. Dus dat is ook nog iets om mee te nemen. Los van wat we als team weer willen laten zien. En wat willen we allemaal laten zien, dat weten we. En het eindresultaat is overwinning nummer 8. Afgelopen. Jullie hebben 4-0 gewonnen van ADO Den Haag. Hoe vond jij de wedstrijd gaan? Het was een goede wedstrijd. Ze zakten wel aan het begin veel in, dus dat was wel moeilijk zeg maar, om kans te creëren. Maar de kans die we creëerden, gingen erin. Dus dat was wel lekker. Het was op zich voor jullie best wel een lastige wedstrijd, want jullie staan eigenlijk dik bovenaan. Jullie hebben bijna alles gewonnen, of jullie hebben alles gewonnen. Ja. En ADO Den Haag, de tegenstander, die staat onderaan. Mm-hmm. Dus het was een beetje lastig om doorheen te komen, maar uiteindelijk wel gelukt, toch? Ja. En hoe is dat verder? Want jullie staan dus nu echt hoog bovenaan. En vorig jaar met hetzelfde team zijn jullie ook kampioen geworden. Hebben jullie de beker gewonnen. Ja. Het is dus een ontzettend goed team. Mm-hmm. Hoe is dat? Ja, dat is lekker als je gewoon goede spelers om je heen hebt. Dan kan je zelf ook wel beter spelen. Ja. Jullie zien elkaar natuurlijk iedere dag. En voelt het bijna als familie? Ja, ik ben hier wel misschien wel vaker dan thuis. Hoor. Ja, precies. Nou, en nu is het afgelopen. En wat is nu nog de planning van vandaag? Gewoon douchen. En dan zo in de auto gewoon naar huis. Yes, helemaal goed. Je hebt dus net de wedstrijd gehad. Hoe voel je nu? Ben je moe? Normaal gesproken ben ik wel heel moe. Nu ook wel een beetje, maar het was niet een hele vermoeiende wedstrijd. Nee, maar je was nog gewisseld, hè? Ja, in de 60 minuten of zo. Ja, ik had een beetje last aan mijn hiel. Ja, precies. Ja. Hey, en je bent nu natuurlijk 15 jaar. Ja. En als ik zeg van nou, ongeveer over 5 jaar. Waar denk je dan dat je ongeveer, hoop je dan al het eerste te staan? Of bij de jeugdopleiding, wat denk je? Ja, ik hoop eerst gewoon een vaste waarde te worden van AZ1. Daar een mooie stap maken naar Engeland, hoop ik. Naar Engeland. En heb je daar nog een favoriete club? Liverpool. Liverpool is een favoriete club. Met de fans club. En zo. Nou, dankjewel voor vandaag. Ja, en succes de komende jaren. Bedankt. De video is voorbij. Al vond je hem leuk, doe dan even een duimpje omhoog. En volgende maand zijn we gewoon weer terug met een nieuwe video. Tot dan.